New York, 22 miljoen inwoners, een van de grootste steden van de wereld. In de 17e eeuw zet de Fries je voet om wal en werd een van de groenlissers van deze stad, Pieter Stuyvesant. Haast 20 jaar zwaaide hij als gouverneur de scepter oer wat doe nog Nieuw Amsterdam neemt waard en schreun wraadskiertnis. Wat bracht een jonkje uit Friesland oer de grote oceaan? Wat vooral had er spelen in het ontstaan van New York? En is er 400 jaar later nog wat van zijn nijlitten skip oer? Hij had gewoon een karakter dat hij erg koppig was. Hè. Hij werd in Amerika ook Stubborn Piet genoemd. Hè. Hij was gewoon vasthoudend koppig. Een man die wel rug tracee wie, die echt op zijn principes stierf. En die daar ik heel moeilijk van uit te wieken wie. Hij zorgde er wel voor dat dingen geregeld waren. Dat mensen hem met de juiste benaming aanspreken. Hij wordt niet meneer genoemd, hij wordt mijn heer generaal genoemd. Vain, honorable, strong, pig-headed and religious. Pieter Stuyvesant beschouwde elke dag New York als een van de beste plakken op aarde om te leven. Want hoewel hij als gouverneur dwongen werd de handelskolonie Nieuw-Nederland oer te jan aan de Engelsen, kwam hij later toch weer om naar het jedere Nieuw-Amsterdam. Hij zou de rest van zijn leven ontzien daar in 1672 blijven. For him that was home. He had a farm there, his family, he knew it. That's where he was ultimately, you could say, an American. That's what he felt. But once he comes back, he seems to be treated in a kind of kindly way. People called him the general. And he was, I think, to them, a figure of curiosity. Of course, young people who didn't even remember the Dutch period, they would see him, and he represented this kind of quaint past. De familie van Pieter Stuyvesant wennet in Pieters bennenjeren op verschillende plakken, onder oren in Pepergeer en Scherpenzeel. Want zijn heid Balthasar Stuyvesant is dominee. Lange tijd die onduidelijk werd Pieter Krijgt bennen is. In de 50 jaren ging men er nog steeds vanuit dat Pieter hier geboren zou zijn, omdat zijn vader daar dominee is geweest. En ze dachten dat juist in die periode, en dat is natuurlijk, ligt allemaal heel dicht bij elkaar, dat hij in het Pepergeer dominee was en in Scherpenzeel. Maar later heeft Gosse Jansma ontdekt dat hij in Pepega geboren zou zijn. En dat wordt nu ook als geboorteplaats aanvaard. Dus er komt al wel 16,5, 16,5 komt er over uit. En dat is weer te vergelijken met een contract of een ding van notaris Schaaf. Waarin staat dat hij ongeveer 34 weer. Als je dan weer omrekent, kom je over 16,10, 16,5. Of 16,12 kom je ongeveer uit. Voor die hele periode weten we eigenlijk niets over jongetje Stuyvesant. We kunnen veronderstellen dat hij de gewone dingen gedaan heeft die anderen ook deden. Dus zijn vader zal hem Latijn hebben geleerd. En hij zal op de dorpsschool in de buurt, dus dan wel in Peperga of daaromtrent, zal hij gegaan zijn. Hij zal geschaatst hebben, hij zal wellicht zelfs gekaatst hebben. Al dat soort kinderspelen kunnen we vermoeden dat hij gedaan heeft, omdat bijna iedereen dat deed. Maar we weten het natuurlijk niet helemaal zeker. Als Pieter een jonkje van 10 jaar is, verhuist er met zijn heid, Mem en zuske Anna naar de klaai van Belsum. Als predikant is het voor Balthasar Stuyvesant een stap vooruit. Belsum wie in die tijd een belangrijk plak. Maar al gauw slacht het neet Lotta. Pieter is 14 jaar als hij Mem komt te versterren. Ze wordt in deze kerken begroeven. Ben je? Welkom hier in Belsum. Ja, dankjewel. Ja. Nou, mag ik even de stier bescheren? Ja. Nou, met de tafel hier lekker mooi. Ja, laten we dat maar doen, want ik heb het net goed bescheren. Nou, hier laat de stier. Ja. Dan kan je mee bescheren. Zie je dat? Zie je dat? Drie evangelisten, de symbolen van de drie evangelisten afbeelden. Ja. En in het midden zit het familiewapen. Ja. Ja, en de boppen staat aan de naam van boppen staat Margaretha van Haddenstein. Ja. Hij wie in nummer 3 hier dominee, toen is zij al staan.
1625 de mei stierf eerbare Margaretha Hardenstein, oud 50 jaren, was echt een huisvrouw van Balthasar Stuyvesant, christelijk dienaar in de gemeente te Belkum. Die stien dus te vast gekomen bij de laatste restauratie. En die stien lag onder de zetbanken. En die stien hebben ze overgebracht naar de doopstek aan de linkerkant, zodat het nog zichtbaar is voor alle jaren. Hij is wat bedutsend rond tafel natuurlijk. Ja, nou is de vraag maar natuurlijk binnen een soort Belsen ze dat kunnen interesseren. Want ik heb dit bij ervaring. Een heleboel Belsen ja, als je, oh ja, dat is ik zei, je hebt een Pieter Stuyvesant aan het winnen. Maar verder dan, nou, dan houdt dat op. Maar ik krijg er ook wel eens Amerikaan, en die ben er dan nieuwsgierig. En die wil graag weten wat zijn huid preken had en wat Pieter Wenner had. Het allereerste document dat we van Stuyvesant zelf hebben is in 1629, als hij zich inschrijft bij de Leeuwarder Natie in Franeker. Zo'n natie is een studentenvereniging, dus daar worden de jongens uit Leeuwarden worden daar lid van. Dat zijn dus allemaal mensen, jongens, allemaal mannen uiteraard, die naar de Latijnse school in Leeuwarden gegaan zijn. Het is een heel bijzonder boekje, een hele mooie, mooie baan, een dure baan. Het is een goud op snee, het boekje. Het versiert met tulpen. In die tijd van de Gouden Eeuw weer een tulpenhuurboot in. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, waarde, het is vooral van historische waarde. Het is het eerste studentensociëteitsdocument wat op is uit die tijd. Voor heel Nederland waarschijnlijk. Wat gebruikelijk is, is dat als je lid wordt van zo'n club, dat je een gedichtje opschrijft. Stuyvesant kiest voor een gedicht van Chrysostomus. Nou ja, voor een aankomend predikant, wat ik denk dat Stuyvesant toen nog beoogde, is dat natuurlijk een logische keus. Het is daarnaast een gedicht waar een rotsvast godsvertrouwen uit blijkt. Er staat een put en een galg in de gevangenis. En dat is een teken van royement. Ja, waarom precies uit dit clubje wijst hoe het is, weten we net. Maar ja, wangedrag. Ik ken van alles wijzen. Misschien dat origineel in de kroeg. Misschien dat ze een contributie hebben betalen. Ja, sok zo wat. En in Frans is dan een soort met gedichtje nog van hem bekend. En letter dus dat hij zich dus in de boeken in Frans inschreven letten had. Maar ik ben er gewoon zo weinig dingen. Dat is eigenlijk wel heel spietig is dat. Ja, ik heb hem opgeschreven met de computer. Mooi. Ja, ik heb het anders verteld dan we met de nummers even zullen zien. Komen we mee? Ja. Dit is het matrikel van de Universiteit van Frenzen. Het inschrijvingsregister van studenten is dat. En daar staat dus iedereen in neemt die het zei van ik wil studeren aan de universiteit. Ja, vond dat Pieter Stuyvesant in 1630, 12 januari 1630, inschreven is en wilde iets met taal en filosofie doen. Daar staat daarvan in. En dit stuurt een student. Dit is het dichtwerk van Pieter Stuyvesant. Okay. Het is maar één liter gedichtje, het had twee bladzijden. En dit had er dus in 1630 gedrukt. Het is hetzelfde hier dat er zich inschreven is aan de universiteit. En dit is een uitermate zeldzaam boekje. We hadden maar één exemplaar van. En als je naar de foliering, de noemering van de bladzijden, dan show je hier dat het begint bij 110. Dus waarschijnlijk zijn er nog wel meer van dat soort gedichtjes geweest die in één boek zitten. Oké, okay, ja. Dit is dus wat er van oorblijven is. En dit is voor u een wichtig document, om zo met te zeggen, om de Pieter Stuyvesant. Hoewel de Frenzer al 200 jaar geen universiteit meer had, stit het gebouw er nog altijd. Frenzer wie lange tijd de tweede universiteit van Nederland, na Leiden.
Ik vind het wel heel mooi dat je dan alleen al denken kan dat zowel de huid als de zon je vroeger rond had. Ja, dat roept wel heel, ja, speciale sfeer erin op. Van, ja, dat, ze heen rond en dan de stappen, de voetstappen van hun ben je rijk geweest. En in de zelen waar ze zitten, waar ze eten, waar ze dronken, waar ze studeerd hebben. Ja, dat vind ik wel heel mooi, vind ik dat. Stuyvesant maakt het zijn studie net al. Na een paar jaar verliet hij de universiteit om onbekende reden. Wel is duidelijk dat er geld nodig had. Bij de notaris liet hij een list van zijn studieboekenmeidje die er verkeerd voordat hij een paard gaat van de West-Indische Compagnie. Wat precies het motief geweest is voor Stuyvesant om bij de compagnie dienst te nemen, weten we niet. We kunnen veronderstellen dat hij tegen de Spanjaarden wilde vechten, of tegen de Portugezen, tegen de katholieken in ieder geval. We kunnen veronderstellen dat hij op zoek was naar avontuur. Dat gebeurde ook, dat zie je bij meerdere soldaten bij de WEC als ze een dagboek hebben achtergelaten, dat de zucht naar avontuur echt een belangrijke rol speelde. Op zoek naar geld. Overigens is het dan beter om bij de VOC te gaan dan bij de WEC, maar hetzelfde motief geldt. En tenslotte kunnen we veronderstellen dat hij heeft afgezien van een carrière als predikant. Dat is ook een mogelijkheid. De carrière van zijn vader verliep niet zo voorspoedig. Dat was volledig aan hemzelf te wijten trouwens. Maar dat betekent dat Stuyvesant kan hebben gedacht van, nou, ik wil toch wel wat anders. Stuyvesant's legacy and the Dutch legacy, if you're going to put them together, then I would say that the legacy is New York. And beyond that, it is a basic part of American history and American culture, the American way of being. Because the Dutch brought free trade and they brought this kind of multi-ethnic melting pot. And those things were not part of the Puritan. The Puritans didn't bring those. And that what the Dutch laid the foundation of was New York. And then New York played this huge role in what America became. So that if you jump ahead to the 19th century, when great waves of immigrants come to Europe, from Europe to America, by and large, they come to Manhattan. And they come to Manhattan, which is then this teeming, multi-ethnic, free-trading, upward mobility kind of place. And they say, oh, well, this is America. It wasn't America, it was New York. And it was New York because it had been New Amsterdam. And so then they move west. They go to Ohio, they go all the way to California, and they bring pieces of that with them. All of that is the legacy of the Dutch and of Stuyvesant. De Vrijvochten Pieter is een band van de Gouden Eeuw, een tijd van bloei en expansie. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wil uitbreiden en handel drijven met andere landen over de hele wereld. Wat we hier zien is een model van een oorlogsschip. Maar niet zomaar een oorlogsschip, het is een oorlogsschip dat daadwerkelijk gebouwd is, ooit in 1666 is ingezet om de Engelsen mores te leren tijdens de Engelse oorlogen. Het is ook een zwaar bewapend oorlogsschip, vrij uitzonderlijk eigenlijk voor Nederlandse begrippen, omdat het een zwaar, diepstekend oorlogsschip was met al die ondiepte voor de kust, niet altijd even praktisch. 82 stuks geschut aan boord. Maar we staan hier ook om aan te geven hoe belangrijk die oorlogsschepen zijn geweest voor het bestendigen, het uitbreiden, het beschermen van die enorme handelsbelangen die Nederland, de Republiek, in de 17e eeuw had opgebouwd. Over alle wereldzeeën. Azië, West-Indië, overal zaten die Nederlanders. In het Nationaal Archief in Den Haag lezen nog een prutte historische stikken van de Staten-Generaal. Uit de tijd dat Stuyvesant in dienst was van de West-Indische Compagnie. De WEC had eigenlijk meerdere doelen. Kijk, het is een handelsonderneming. Dus je moet je voorstellen dat je als koopman geld investeert in een onderneming. Nou, dan wil je natuurlijk niet dat de staat ermee aan de haal gaat door allerlei oorlogen te gaan voeren. Dus primair geld verdienen door handel. Maar ja, er zaten overal vijanden, Spanjaarden. Het was oorlog met de Spanjaarden en de Portugezen. Dus tegelijkertijd is die onderneming ook een soort oorlogsmachine geworden. Handel drijven, koloniën veroveren met oorlogsschepen. En de hoop was dan dat je daaruit weer winst kon halen
bijvoorbeeld door Brazilië te veroveren, wat heel veel suiker produceerde. En dat was weer de winst voor die aandeelhouders. Als Stuyvesant dienst neemt bij de WEC, dan komt hij terecht op de eilandengroep Vernauwde Noronha. Dat is op een 150 kilometer ten noordoosten van Brazilië. Dat is een groepje eilanden, eigenlijk een paar stukjes woestijn in de oceaan. Dat is de eerste plaats die de Nederlanders in bezit nemen, ook de laatste plaats die ze verlaten uit Brazilië. En je kan er eigenlijk niet zoveel. Er worden af en toe wat slaven ondergebracht. Je moet er een fortje bouwen, want anders komen die Spanjaarden of de Portugezen weer terug. Het is eigenlijk een rampzalige plaats om te zitten. De paar brieven die we hebben van de bestuurders van het eiland, die wijzen daar ook op. Het verblijf in Brazilië zal voor Pieter Stuyvesant een enorme verandering zijn geweest. Dat kan niet anders. Dan kom je van Vraneker, heb je theologie gestudeerd. En ineens zit je op een eilandje voor de kust van Brazilië als jonge knaap. Nou ja, op zich natuurlijk niet een verkeerd beeld als je jong bent en je zit daar in een exotische omgeving. En daar hebben we in onze tentoonstelling ook het een en ander aan beeldmateriaal van de stad Pernambuco. Vanaf het water gezien met de grote rivier die achter de stad of naar de stad toestroomt van achteraf. Maar ook schilderijen van Post. Een van de twee schilders, samen met Eekhout, ging Post mee met de Johan Maurits, de gouverneur van Brazilië. En op verzoek van Maurits en van anderen hebben Post en Eekhout tientallen schilderijen gemaakt van Brazilië, van het landschap, van de mensen, van de steden. Al met al geeft dat denk ik een heel mooi beeld van wat Pieter Stuyvesant ongeveer gezien zou kunnen hebben. Quad na zijn thuiskomst uit Brazilië gaat Stuyvesant alweer van de compagnie naar Curaçao. Eerst is hij baas van de Keerplje en later wordt er directeur van de kolonie. Als Stuyvesant op Curaçao zit, dan wisselt hij gedichten uit met Johan Ferret. Trantverses worden die genoemd. En dat zijn eigenlijk heel eenvoudige gedichten die allemaal dezelfde eindwoorden hebben per regel. Dus je kan wel variëren, maar je zit aan hetzelfde woord vast aan het einde van iedere regel. Dus je ziet dat ze wel wat dingen omdraaien in de woorden, in betekenissen. Maar dat houden ze wel 8 gedichten lang vol. Dat is eigenlijk heel knap. Het is een prachtig boek. Het is heel fraai geïllustreerd. Er zijn verschillende tekeningen in. Het is niet duidelijk of die tekeningen door Ferret zijn gemaakt. Want hij was al fiscaal en hij kon mooi dichten en schrijven. Als hij ook nog heel mooi kan tekenen, dan is het helemaal een universeel mens natuurlijk. We weten niet zeker of hij die tekeningen heeft gemaakt, maar het geheel maakt het prachtig. Tijdens die vriendschap, zo weten wij, heeft Pieter Stuyvesant in een van de gevechten voor Sint Maarten zijn rechterbeen verloren. En Ferret was daar zodanig mee aan dat hij een gedicht heeft geschreven waarin hij verhaalt over die gebeurtenis en zozeer meevoelt met zijn dierbare vriend Pieter Stuyvesant dat hij zegt: "Goh, was het maar mogelijk dat jouw lijden, jouw pijn gedeeld kon worden, dan zou ik daar de helft van op meenemen." Wat dollen donder kloot komt bulderen op uw been, mijn waarde Stuyvesant, en stort u ginder heen? Dan rechterpijlaar die uw lichaam placht te schragen, wordt u zo met een slag vermorzeld en afgeslagen? Terwijl gij ijver op den appel van uw dag en degen steunde en uw vijand zich bezag, most ook uw handgeweer met uw dien slag bekopen en wendlings ginds en weer dat nimmer winst kan lopen? Gij stond de school voor het. Ja, het zijn allerlei zaken die naar voren worden gebracht door Ferret. Dat kan gaan om politieke ontwikkelingen. Het kan gaan om bepaalde elementen van de vriendschap tussen hem en Stuyvesant. Zoals bijvoorbeeld dat afgeschoten been, wat hem kennelijk toch enorm pijn heeft gedaan in zijn ziel. Niet misschien fysiek of lijfelijk, maar wel in zijn ziel. Het gaat over dingen die die heren samen beleven. Het is een hele interessante bron wat dat betreft. Stuyvesant gaat weer om naar Nederland om bij te komen van zijn voetamputatie. In deze tijd trouwt er met zijn verpleegster Judith Bayard. Als er hersteld is, wil Stuyvesant een nieuwe stap in zijn carrière van de West-Indische compagniemeidje. Kennelijk valt hij op vanwege bestuurlijke talenten. Want in 1645
wordt hij directeur van Nieuw-Nederland. Dus dat is eigenlijk weer een stap in zijn carrière. En hij vindt eigenlijk, omdat er veel verbindingen zijn tussen Curaçao en Nieuw-Nederland, dat die beide gebieden onder één bestuur moeten komen, onder één directeurschap. En 1646 krijgt hij dan ook dat Curaçao onder zijn beheer. Hij is dan directeur van Nieuw-Nederland en van Curaçao. Dus op dat moment is hij een belangrijk man. Stuyvesant stepped into the middle of the biggest crisis in the colony's history, and it was almost, you might say, a revolution that was in the works. The previous director, Willem Kieft, had the terrifically bad idea to declare war on the Indian tribes in the area around Manhattan. His colonists begged him not to do that because they were there to do business with the Indians. They were there to trade for furs with the Indians. They also knew that the Indians outnumbered them, and the Indians knew the place better than they did. So they realized this was a bad idea. Kieft sent his soldiers anyway to attack the Indian villages. The Indians then counterattacked, and that brought the colony really back almost to its beginning, to its most primitive state. Stuyvesant was a real law and order man, and he was the company director, and he was going to represent the company, and so he would take charge. He thought that Kieft's problem was he didn't know how to be a really authoritative leader, and so that's what he tried to do. Het grappige is dat het imago van Stuyvesant als iemand die orde op zaken komt stellen is gebaseerd op een paar plakaten die hij uitvaardigt juist in die eerste periode. Maar als je goed naar de documenten kijkt, zijn er plakaten over in de trant van: en er moeten minder kroegen komen en iedereen moet zich goed gedragen. Alsof hij deze ordeloze bende, zoals wel door iemand genoemd is, probeert te renoveren. Als je goed kijkt naar de resoluties van directeur-generaal en raden, dan is duidelijk dat deze plakaten worden uitgevaardigd op basis van petities die van die 9 man komen. Dus het is niet Stuyvesant die het initiatief neemt, maar hij reageert ermee. En hij doet wat de kolonisten willen. De eerste jaren binnen dreeg, maar stadigon komt Stuyvesant stevig in het zadel te zitten. Een keer in de Saffolle Tijd schroot er een brief naar zijn bazen in Amsterdam. In de correspondentie met de bewindhebbers in Amsterdam zitten regelmatig stukjes waarin je kan zien dat hij eigenlijk denkt dat hij het beter weet dan de heren in Amsterdam. Dat is ook niet onlogisch, want hij zit al jarenlang in die kolonie. Zeker na 1657, 58, dan zit hij er 10 jaar. Hij weet hoe de zaken er lopen. En hij begrijpt wel dat zijn bazen er anders over denken, maar je ziet hem af en toe denken dat ze begrijpen het niet. He lived initially within the fort and then he moved just outside the fort to, there's now a fast food place on the corner there, and that was the house that he built. Then his bouwerij was up, it was about, I guess, about 2 miles further north in what is now the East Village. So the East Village of Manhattan is basically Stuyvesant's farm. In de jaren dat Stuyvesant directeur-generaal is van Nieuw-Amsterdam, is er op zee een groot machtsconflict tussen de Engelsen en de Hollanders. Verschillende oorlogen werden uitvochten en oer en wer werden kolonies innomen. Het kostte de West-Indische Compagnie een soort geld. Als de Engelsen van de kust van Nieuw-Amsterdam lezen om het gebied in te nemen, binnen de centen van de compagnie op en krijgt Stuyvesant geen help. Als dan de Engelse fregatten verschijnen, dan is dat voor Stuyvesant een aanleiding om eerst tijd te gaan rekken. Dus Richard Nichols, de Engelse commandant, die stuurt een brief naar Stuyvesant vanaf zijn schip. En Stuyvesant stuurt die brief terug omdat hij niet ondertekend is. Dat betekent dat de zaak weer een dag gered is. En voor hetzelfde geld kan in zo'n dag het weer omslaan. Kan de hand van God een storm doen opsteken die de Engelse fregatten op de klippen jaagt. Helaas, dat gebeurt niet. Maar hij probeert iedere keer het op die manier te spelen. Stuyvesant finally then is forced to give up the colony. He then, in dignity as far as he is concerned, has to go
to come back to the Netherlands to explain himself, to explain his behavior. And what makes him feel indignant, I think, is the fact that he had been begging the directors of the company to support him, to give soldiers so that he could withstand an invasion. So they didn't do it, and now he has to take the fall for it. He was ultimately exonerated. And then what I think is really interesting is that Stuyvesant makes this decision. Now, New Nederland doesn't exist. It's New York and New York City, and he makes this very interesting decision to go back. Stuyvesant keert dan terug naar New York en overlijdt pas, we denken in februari 1672. Precieze datum of maand is niet bekend, maar het moet zo ongeveer dan geweest zijn. Een enkele keer komt hij nog voor in een rechtszaak, maar over het algemeen zal hij op zijn bouwerij in ten noorden van Nieuw Amsterdam hebben gezeten en een rustig leven hebben geleid. There is a street called Stuyvesant Place, and he had his house on Stuyvesant Place that was in the middle of his farmland, and then at the end of that block was his family chapel, and that is still a church. It was rebuilt, but that is still a church, the Church of St. Mark's in the Bowery, and that is where he was buried. It's a vrij groot familiegraf. Dat is al in de 17e eeuw aangelegd. In 1950 is er nog maar één Stuyvesant over. Philip van Horn Stuyvesant, die is een beetje excentriek. En die heeft besloten dat na zijn overlijden, als hij is bijgezet in die grafkelder, dat de zaak met cement moet worden dichtgemaakt. Nou, hij is dus de laatste Stuyvesant die er begraven ligt. Er liggen er 80 of zo. Je kan er ook niet bij, helaas. Ik heb foto's waarin je kan zien dat ze de zaak inderdaad met cement dichtmaken. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Het is natuurlijk ook een beetje lijkenpikkerij, maar eigenlijk zou ik wel willen zien hoe hij erbij ligt in zijn graf. En wat ik dan vooral wil zien, is hij met dat houten been begraven of niet? En is het houten been dan vergaan als het daar ligt? Maar we weten het niet. We weten ook niet waaraan hij overleden is. We weten niet of hij in bed overleden is. Had hij in bed zijn houten been aan? Ik denk het niet. Je kan je toch niet voorstellen dat hij met een houten been gaat slapen. Maar we weten het allemaal niet. Het zijn wel van die vragen waarvan je... Dit is een van die vragen waarvan ik denk van... Hier is een antwoord op te vinden, maar ik denk niet dat er ooit toestemming komt om daar die grafkelder in te gaan. Ik zou het zo graag willen.